is wel een beetje gelijk. Waar staan we? Ja, dat is goed. Ja. Ik ken het. Oh, dat wil twee goede rappen. Die vrouw kan die vrouw ook goed. Ja, die fluit goed ook. Maar provinciaal, hè, maar die fluit wel goed. Dat is niet elke rebound aan het worden, want dat gaan we. Echt veel volk, man. Meer dan Bobby 2 of voor ons komt er zo volk niet zien. Ze. Die hebben gewonnen gisteren. We staan goed, hè. A en B-ploeg, ja, A-ploeg, nee, nee, tweede overwinning. Ja, die staan slecht, maar B-ploeg staat gewoon op. We staan wel dus, ja, en close, hè, close gewoon, hè. 2 punten aan 6 hebben. Ja. Ja, precies, dat gewoon voor jullie, hè. Aan 6 hebben, dan blijven ze die 4 echt onder, echt 4 ploegen onder. Achter ons. Die 4 kunnen we wel achter u laten. Ja, maar ja, we gaan winnen in 6 zijden en de rest. Ja. De rest ligt wel slechter dan jullie. Hij gaat stoppen blijkbaar. Ja. Ja, op zo'n leeftijd. Dat is niet fijn. Ah, hij komt nog eens af. Hij stond er al 10 jaar in de ingang. Hier. Met schale dingen. Vervoeteren. Ja, ik zag het. Dat ik in deze match wel voor assen ben. Hey. Het is niet dat Willow kan stijgen of zo. Wij zitten ook in de opwinding. Ik vind het wel dat dat kan. Misschien zijn er 2 reeksen in het winnen. Ik vind het wel dat eigenlijk technisch gesproken kan. Ja, hij is bevraagd bij de coach. Dus je moogt. Je moogt. Als je kampioen zet, moet je niet stijgen. Maar je moet je ploeg vinden in de kampioen. Ah, oké. Vroeger was het gemoed als kampioen stijgen. We zullen ons schip 0 winnen in de second round. Die zijn fucking goed. Eentje. Dit is goed. Gisteren was het, maar dat is dat de andere reeks. Maar ik weet niet, ze hebben zo'n tip. Hij heeft gewoon 29 euro. Oh, fuck. Maar die spelen volgens mij in tweede klas, blijkbaar. Ja. Ja. Ja, dat is ook hun verdienste. Dat is zo
wat ik heb gezien is Beringen, die hebben alleen een L2. Dat heb ik nog niet vaak gezien. En voor de rest is het altijd wel twee ertussen. Want we hebben tegen die L2 gespeeld en dan daarna spelen die alleen. En dat waren ook zo gasten die meededen. Oh ja, wat ik vreemd. Ja, ja. Hij hangt daar met een plakker op de ruit. Ja. En die Ferre van de Rooidonk ook. Die twee. Nee, daarnet, nu? Dus het is een half uur leeg gedaan ofzo. Is dat erin? Weet niet. Waar is dan Tommo bij het bad gaan sturen? Nee, zeg, Gus vraagt om het bad te sturen naar mij. Want vorige keer, tegen SNU, de match was 2 minuten gedaan. Hè. Tom werkte, wel, wat er gebeurt, en hij stuurde het bad in bijlage. Want ik weet niet hoe je daar aankomt aan die bladen. Dat was een bot, zegt hij. Rechtstreeks gedaan, man. Ja, rechtstreeks gedaan. Op de AWB-site. Van Pochet, wat is dat, jong? Nee, perfect. Nee, nee, het zijn nog iets duurder. Nog breder aan de zijkant zo van. Twee boekjes zijn wel twee goede centen, man.
coach. Ja, maar we hebben net gespeeld ook. Nee. Charles Washington is ook in de rotation. Nou, die is van Mambrecht, ja. Wat moet je daar tegen doen? Eerste paas, amai. Een paar van de negen. Dat gebeurt soms, maat. Man, Bobby. Maand er nat. Handen omhoog, Jasper. Hey. Ja. Nee, ik was gaan mee op training en hij kon mij niet houden. Een paar weken geleden. Echt waar. Hij zei, mag je daar ook beter zijn, hè? Ja, goed hè, goed hè. Daar was ik echt blij voor. Wat? Ja. Maar een paar weken geleden had hij nog meegedaan. Great catch, Kouemou. Ja, wel, dat is aan het goede. Hij is ook uitdicht naar voren. Zeven. Het gaat blad over... Zeven? Wat is dit, ja. Ja. Wit kijk in de pijn. Misschien is iemand naar de ring gaan. Voilà, goeie Robin. Dat is kerstmisschot. Ik kan hem geen twee keer ringen. Goeie Robin. Ja, ja, ik heb gezien. Ik had doorgestuurd naar in de groep. Hè. Hij pakt zo'n stiel, zo'n goede stiel en dan ga je alleen. Mensen zeggen altijd, dat is wel grappig wat je allemaal doet. Dank je. Robin! Oh shit. De zijnhand. Maak rekel. Oeh, die moest naar boven. Ja. Ja! Ja, Rick. Ja, ja. En de vierde ploeg moest tegen... Allee, tegen Triton, maar een topploeg, hè. Ah, maar we hadden twee guards. Dat hadden één guard die vroeger in tweede heeft gespeeld, ja. Die was een kapitein van een hele. Ja, die center is een giant, hè. Amai. Zeker,
Voor Hendrik. Oh. Dat is 3 jaar geleden als we nog hangringen van boven. Maar het was te zwart, dat wordt veel te veel. En dan staan ringen, maar die waren, ja, iedereen moet eigenlijk niet goed en nu hebben ze de duurste heuvel. Maar die zijn wel echt keigoed. Die hangen niet waar, keigoed, maar dan die daarna. Ja, gewoon op een groepje en dan kan we nu altijd die saus met dat. Ja. Dat was wel voor het nieuw. Komt echt tof. Ja. Maar eentje stond zo op het einde van de echt zo. Geef wel die aan die echt. Oh yeah. Aan mijn links en achter. Maar Anton, Thomas, Milan. Kapot zijn. Wij ook, hè. En dan waren mijn 6 gespeeld. Ja, al veel, ik vind dat echt goed.
Platini. Man, nee, jongen. Ik heb nu ook niet anders zien. Maar ik zou het graag hebben in handen, want dat wat er wel zonneschool voor de kreeg, moeder lief zeg. Ik heb vorige week aangewerkt voor week in als ik P2 en P1 waren zo de rest. Niet die met zijn bril, maar die andere. Ja, die waren kisten. Prachtig, dat was weer prachtig. Ja. Maar bon, wij zwijgen, hè, dus dat is wel mijn ploeg dat ze. Manneke lief zeg. 8-6. Maar dat is geen kwijn uit die red, want ik in de regels precies gewoon hier. Dat is echt erg om te zien eigenlijk. Francis, die heb ik graag. Ja, maar aan Bavi toch wel. Maar Ronnie had die niet graag en hadden we altijd aan Bavi. Die is een beste red van de meeste. Die heeft een beetje gezien, altijd rustig. Dat vind ik super. Great defense. Allee, pif. Austin, give me that boy. Hey! Oh, vorig jaar in de pen, hè? Dat vind ik wel goed nog. Ja, ja. Dan moet hij zijn om te snappen voor een uur. Hoi, Senna. Hoi, Senna. Ah, die is jonger ook. Die is eerst jaar genoeg, denk ik. Die is allemaal aan het zijn. Ja, eerst jaar genoeg, ik denk nog jong. En zijn niet thuis alleen. Of een thuis. Oeh! Ja, ja. Wat is dat in de praten? Dat is zijn bal, hoor. Dat is zijn bal. Gaan we die oppakken, denk ik. Goed job, Jonas. Ja, oké, je bent een zieke fout. Als er geen fouten zijn, dan ligt gewoon te zien. Man, we hinnen hinder of klaar zijn. Dank je. Good.
ik zou geen penman worden. Dat is twee... In Londen hebben ze dat twee keer gedaan tegen ons. Muziek al loopt, ja. Dat is cool. Ja, ja. Penman, maar het is helemaal op ten, de laatste play. We waren zo aan dubbelteam gewoon fouten maken en we waren aan de middenlijn al op naar binnen. Ik zie dat niet. Die penman is niet normaal. Volgens mij wel drie fouten gemaakt. Ja. Daar hadden wij pas een schandaal gered, man. Nee, ik zie die bal gelounged worden. Zo die fucking dikzak, man. Die dikzak, hè. Die weet niet, die ligt nog goed, die dikzak. Die Enzo, met een rare driepunt op Van Landen. Ja. Hij springt zo met zijn voeten naar boven. Ik heb het daar. En in Landen krijg jij voor Pompeis mee en zo. Een beetje. Niemand Ivan wel al niet. Ik ga geteld op 17, Ivan 15. Ivan maar 5 punten. 5 punten, Ivan. Waar kan dan al die andere punten vragen af? Oostkamp en Elite Academy. Oostkamp was Elite Academy is 7. Ik weet niet, ik zou het eens moeten maken. Ik denk dat 2 jaar. Want ik denk dat Steven mij gisteren zei dat, want ze spelen ook onder de naam Redrick. En ik denk dat die laatste stonden in de niveau 2 reeks en deze stond op 2. Dus ik denk dat ik spelen tegen Redrick. En voor de rest is de Wiels, Beke, Houten, die zijn die eigenlijk goed zijn. Ik heb daar nog meespeeld met Elaine, maar voor de rest niet. Ja. Elaine. Denk het wel. Alhoewel, ik weet niet. Ik heb zo'n reeks met al die West-Vlaamse, dus Brugge, Avanti Brugge, Racing Brugge, Ypres. Er was nog Kortrijk. Dit is de rode
Deze mannen. Wat? Zijn geen. Waarom dat we dat niet doen? Oh, geen idee. Vraag je ook af. Ja, die scène in D-blog is leuk van Ken. Leuk van Ken en. En de B-blog is daar volledig apart van. Ik vraag me af wat we volgend jaar gaan doen, want er worden dan weer tweedejaars kadetten voor de juniors. En dan zeggen we zijn nu al met Kevin in de juniors. We zijn altijd met 12 bijna of met 11. Dus ik weet niet wat ze gaan doen. Bijna niemand wordt senior. Ik denk dat niemand senior wordt. Maakt niet uit. Nu moet je wel, moet je volgend jaar mei. Ja, oké, okay, maar. Ja. Ja, ik snap niet dat je die. Je moet je gewoon minuten geven. Ja. Ik ben benieuwd waar heb je getekend. Last play. Jasper. Ja. Tot aan mij, vliegen. Maar ook wat ziek, Jan. Thank you.
Ah. Korf, zeker aan uw zak zijn. Thank you.
Gaat Frankrijk terug in zijn kop zweken? Ja, zeker. Wat dan niet? Zijn ze terug aan het kruipen in hun kop? Frankrijk. Fucking nerd. Ik moet op vier kloof vallen, hè? Zo. Ons tegen België op die fucking corner, man. Ik zit hier fucking aap, man. Dat is celebration. In mijn geheugen gebrand, man. Dat was ook gisteren 10 keer. Dat was een rechter, man. Ah, ik kom hier uit. Wat de fuck, die had echt problemen die gast. Maar toen was ook zo'n game was over. Het was nog 2 minuten of zo. Fucking 10 punten verschil. Dat kun je fluiten. Kijk, Francis, daar staan de bal ligt daar aan de deur. Wat een fucking goat, man. Maar zo moet dat, je mag die nooit zelf gaan halen als rep. Hey, dat is toch. Nee, ik zie al die riffen ze sprinten naar die bal. Daar, die man gaat die bal hebben. Als de andere crew heeft gescoord, ze gewoon om die inbounds. Ja. Dus ze gaan zo zien. Maar dat zal nog tijd trekken. Heeft ze naar de eerste hand. Grr. Oh, het is wel fake. Hey, Anton. Oh, 55. Huh? We gaan eens dubbelen. Oh. Alexander. Oh, shit. Wacht, ik voor de eerste keer in mijn carrière vergeten te draaien. Je leeft van nu. Ik wou kijken of de 55 nu werken. Dat is dikke zwaar. Maar Vince is hier al, dus moet je ook ergens zijn. Hè? Of in de buurt of verder. Zijn naar huis, man, dat kan ook. Goed job, Hendrik. Nice, jongen. Dat is bijna goed. Ik doe een match aan het kijken, ik kan niet vragen wat hij is. Hoeveel minuten? 10 seconden. Hij zit op de livestream, jij zit ook op de livestream. Dat is niet van sport zijn. Ah ja, sorry. Maar ik wist dat ook. Ja, toch. 10 of 15 seconden. Serieus? Wacht, jij hebt om 16 of 17. Oh, 5 seconden. 5 seconden. Let's go, Rio. Charles, press. Are you enough? De receptie gaat in de lucht. Als we wat applaudisseert, ook gaan.
Komt er eens aan binnen? Hoi. Als een keer tof, jong. Een match met goede refs. Ga snel. Als nog een seconde of zo over. Is hij zitten? Sta je nog op tijd? Vijf secondjes, vijf secondjes. Ah, de goat is daar ook, man. Schalle Erik. Ik sta achter, man. Ah, we zijn ook aan het kijken, man. Schalle Pessie. Ja. Ja, dan komt hier al op een Argentijnse ref. Maar Bobby. Maar Nant. Waar is hij met? Jan Willop. Nee. Kijk. Wat was toch een penalty eigenlijk? Nee, ik heb hem. Deze side. Oh, goeie Nant. Ah, good job. Ja, ik ben heel dicht
was gewoon met mijn vak gewoon begonnen, kijk, ik was niet meer aan het halen. Goedenavond, Bob. Hij komt voor u. Ik vier niet, hè. Ik vier niet voor Ben. 40 punten na 3 kwart af. Ze zijn de beste offense van P1, dus score 40 punten na 3 kwart. Mooi Carl. Mooi Francis. Ik doe dat, doe dat. Nu nog eentje op die dingen. Misschien is wel zitten we een keer. Dat is goed. Ja. Special nee, maken. Nee. Je kunt het team volgend jaar iets meer in Frans. Ja, sowieso. Zeker na 4 jaar geleden. Frans hebben we niet nodig. Nee. Die hebben al... Ja. Oh, oh, wat krijgen we nu? Bal. Nee. Alexander gaat dood tussen hem. Toen hij de captain was, parallel aan tegen hem, had ik gewoon om tegen hem te spelen. Man. Zoveel. Hoi Sven. Dribbelen, leuk. Uitpassen, leuk. Nou.
Moet nog landen, man. Dat is wel zo belangrijk. Tegen zo'n landen gebruiken. Puur. Ik ben altijd gewoon met spelen.
zal ik bijbenen. Het is gewoon die passies. Voor Zuid-Amerikanen. Twist! Pak dat screen. Daarbij fucking wel babbel lieve man. Een keer duwen. Naar Twitter gaan zien wat erop staat. Van Koen was komt al bij die zin. Hij is hilarisch, man. Van de Pessie. Dan gaan we misschien het mondiaal kijken en naar Koen was top. We hebben een technische man. Man, Francis, durven! Geven! Hey! Ja! Ah, man, Francis! Hé, wat? Dubbele wissel. Wat? Ah, je voelt op aanval of wat? Is dat maar twee? Nee. Je voelt op aanval of zo. Giroud en Als ik mijn nieuwe iets was. Ik denk 68, 78, 64, ze hadden mij 14 gewonnen. Ik denk dat ook snel klaar is, omdat hij ook weet. Ja, goed. Wat waarom hier voor? Ja, het is niet op de bos aan. Sowieso, je wist mijn blessure. Ja, maar we weten dat ze een ziekte hebben. We gaan nu. Een minuutje is 10. Dat is nog wel de lijn. Ja.
Van de Kei. Oh, ring raakt daar. En in de meeste van de ring. Hij schopt nog eens naar binnen. Inderdaad. Goed job, Jappie. Thank you.